Het is vandaag woensdag, ik moet even nadenken, 16 augustus, volgens mij toch? Ja, het is 16, nee woensdag, het is dinsdag 16 augustus. Komt dat ik helemaal hier in de vakantie, zeg maar, compleet uit je ritme gaat. Mijn man werkt op het ogenblik veel, zeg maar, die heeft zich verhuurd, dus die werkt veel buiten de deur. Dus mijn dagen zijn anders dan anders en dan raak ik altijd een beetje van slag van, zeg maar. Ik leef gewoon lekker bij de dag. Goedemorgen Ellie, leuk dat je er ook bent. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is dat er komen in de maand september, voor mensen die geen stamping up demo zijn, wij kunnen hem eventueel al nu bestellen, komen er perfecte partners aan. En wat zijn dat nou? In de jaarcatalogus en in de mini-catalogus staan stempelsets waar nu nog geen stanzenset bij zit. Maar in de maand september komt er dan eenmalig bij 6 stempelsets komen er dus stanzen. En dat is bij de Appelbloesem stanzenset. Ik zal hem er even bij pakken. Nee, die staat in deze. Ik moet even goed nadenken. Want het is echt uit alle catalogussen die we hebben. Het zijn er maar 6, maar het is even een gepuzzel. Ik heb de blaadjes tussen gedaan, want anders vind ik het natuurlijk. Oh, dat blaadje zit dus helemaal niet hier. Ik moet even gaan zoeken waar die zit. Ik dacht dat ik die appelstanzen ook al had gedaan, maar blijkbaar nog niet. Even kijken hoor, of dat ik hem kan vinden. Bladzijde 54. Hij zit dus gewoon verkeerd. Die moet ik hebben. Nou, die perfecte partners. Dus bij deze stempelset in de mini-catalogus op bladzijde 54, de Apple Harvest stempelset. Daar komen dus stansen bij. En dan niet alleen de stansen die de figuurtjes uitstansen. Maar ja, ik weet niet of dat ik het, als ik het dichtbij houd, kan ik het misschien laten zien. Maar er komt dus ook een heel leuk randje bij. Kleine sterretjes die je uit kan stansen, blaadjes, extra bloemetjes met relief en een takje. Dus er komen echt heel veel leuke stansen bij deze stansenset. Ik ben zo dom geweest om deze niet mee te bestellen. Ik heb dus die appelstempelset, omdat ik hem erg leuk vond, toch besteld. Maar dan vergeet ik die stansen. Dus nou ja, die komen bij mij met de volgende ronde wel mee. En welke dat er nog meer bij zitten is de Yeti stansen. Nou, die had ik ook. Die zitten ook in de mini-catalogus. Dat is deze stempelset. De Yeti to Party stempelset op bladzijde 38. Met die grappige, ja, beer. Yeti beer is dat. Daar komen ook stansen bij. En dat is dan bijvoorbeeld deze. Een hele leuke sjaal. En de bergen met de topjes kunnen apart uitgestald. Maar er is ook een slingertje. Ja, ze zijn echt weer te grappig voor woorden. Dus daar komen nog stansen bij in de maand september. En uit de jaarcatalogus. Die lopen we gewoon zo even na. Op bladzijde 43 uit de jaarcatalogus komt bij de stempelset Trimming the Tree. Dus een kerststempelset. Komen dus ook stansen. En dat is dus ook wel heel erg leuk, want niet alleen, kijk, je hebt hier die kerstballetjes. Maar die komen dus hier ook. Maar dan, ik zal hem even heel dichtbij houden. Maar dan zeg maar, komen ze echt, dus worden ze, hier worden ze als gestempeld figuurtje uitgestanst. Maar hier krijg je dus echt hele losse, hele kleine losse stempeltjes bij. En ook die strikjes, dus ook weer een hele leuke aanvulling op je stempelset. En daar komen de stansen bij. En bij de Waterfall Canyon op bladzijde 94, daar komen dus deze stansen bij. Ja, ook weer heel veel extra's, graskantjes, allerlei struikjes, bruggetjes, boompjes. Dus ook weer een hele leuke aanvulling. En dan gaan we verder naar de volgende. Oh, ik ben te snel gegaan. De volgende stempelset. Dat is de This Birthday Picky. Dus dat leuke varkentje op dat scootertje. Daar komen dus ook hele leuke stansen bij in september. Bijvoorbeeld zo'n bolderwagentje, zeg maar, waar die in kan. En losse bloemetjes.
En hoe heet het, weer slingertjes komen erbij. Misschien als je hier op het plaatje ziet, zie je al een beetje het voorbeeld. Dus daar komen leuke stansen bij. En dan hebben we er als het goed is nog één. 1, 2, 3. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Oh, dat is bij de snijbloemenstanzen. En volgens mij is dat. Het is lekker, dan denk je het goed voorbereid te hebben en dan mis je er nog één. Dat zijn op bladzijde 65 de fresh cutflowers. En daar komen dus ook stansen bij. Stansen die ze uitstansen, maar ook weer een heel leuk randje. En ook weer een aantal opengewerkte bloemetjes en besjes. Dus spaar maar alvast weer. Dan heb je in september kan je weer een heleboel leuke dingen. Leuke stansen bij de stempelsets gaan kopen. En het geldt hetzelfde als normaal als je een bundel koopt. Koop je ze samen, dan krijg je die 10% korting. En dit gaat dus in vanaf 1 september. Ik ga vandaag met de Apple Harvest stempelset aan de slag. Die vind ik, ja. Ik heb zelf ook appelbomen in mijn boomgaard. En ja, ik hou altijd van fruit en dergelijke. Altijd leuk voor een beterschapkaartje en dergelijke. Nou, hier ga ik mee aan de slag. Ik pak het 2022 en 2024 in color papier erbij. En ook de 2022-2024, het bekerstwijnpack, ga ik mee aan de slag. Ik ga het weer hoe heet ik weer? De stempelafdruk ga ik weer inkleuren met de waterpainters. Dus een van mijn favoriete technieken. En hier heb je dan, althans, ik doe het altijd met Memento. En ik gebruik nog drie andere kleurtjes erbij. Ik ga met de Parakeet Party en de Sweet Sorbet. Dat zijn ook 2022, 2024 in color kleuren. En ik gebruik de Garden Green erbij. En nu wil ik eventjes een leuke kaart met jullie gaan maken. Ik leg dit even allemaal opzij. Ik kan hier wel alvast. Ik wil met rood papier. Ik kwam er ook achter dat ik dat uit deze kleur, uit deze vijf kleurtjes ook het meest gebruikt heb. Ik ben, ja, rood is eigenlijk een van mijn lievelingskleuren. Niet om als kleding aan te hebben, maar wel gewoon als, gewoon als extra bijkleur, zeg maar. Nou, hier heb ik alvast wat restjes van. Daar ga ik zo mee aan de slag. En ik wilde even wat ruimte maken. En ik neem een kaartbasis. Zo, ik moet even goed gaan zitten. Sorry voor de herrie. Als kaartbasis neem ik crumbcake. Ik denk dat is weer eens wat anders. Een tijd geleden dat ik die gebruikt heb. En ik snij een kaartbasis met een korte kant boven. Dus de 21 centimeter aan de bovenkant. En die leg ik op 10,5 op de helft. En die snij ik doormidden. Dan leg ik de bovenkant tegen de grootste lijn, zeg maar, tegen de bovenkant aan. En die is 29,7 is een A4'tje. Deel je die door 2, dan kom je op 14,85. Dus ik ga naar de 14,8 toe en dan ga ik ertussen zitten. Haal ik mijn snijmesje even weg. Want deze ga ik rillen. Dat is voor de basiskaart. Ik moet hem even iets naar beneden doen, want bovenin loopt hij wat bol en dan zie ik het niet zo goed. Dus dat wordt de basiskaart. Dan pak ik even een stukje wit erbij. Even kijken of ik nog ergens een restje heb. Ja, ik neem een stukje wit erbij en dan ga ik een mat snijden die een halve centimeter kleiner is. Dus die is 10 bij 14,35 wordt die. Dus dan ga ik net iets over de 14 heen zitten. En dan leg ik hem tegen de bovenkant aan. En dan komt hij op 14,35. En ik heb het verleden week in een filmpje al gezegd. Maar ik heb dus toch de centimeterlijn gekocht voor aan de binnenkant.
Ik denk het meeste werk ik in centimeters. En ik heb sowieso ook nog natuurlijk de inch. En deze kan je heel makkelijk verwisselen. Kijk, je trekt er iets aan. Je trekt er iets aan. En dan haal je hem eraf. En dan kan je hem zo weer verwisselen voor de andere. Dus ik denk van waarom zit ik iedere keer nou gewoon zo moeilijk te doen. Koop dat ding nou toch. Hij is geloof ik 5 euro. Dus ook niet, ook niet de grootste bult die je valt. En deze mat ga ik embossen. En daar heb ik even mijn water opzij zetten. Want daar heb ik de grote mini cut en emboss voor nodig. Dat is stans- en snijmachine. En ik ga stansen met de Timber 3D. Dit is de embossing folder die je op het ogenblik tijdens de celebration ook kan kiezen bij een bestelling van 60 euro. Dus daar kan je dus nu ook, er zijn een aantal extra dingetjes bijgekomen begin augustus. En daar is dit er één van. En als je embost met de stans- en snijmachine, dan heb je plaat 1 nodig. Dus dat is het grote platform, zeg maar. En je hebt plaat, ik zal even het cijfertje zoeken, dan kan je het zien. En je hebt plaat 4 nodig. En daartussen, dus je legt eerst zeg maar de nummer 1 neer. Pak je de embossing folder erbij. Daar doe je je papiertje tussen. Even zorgen dat die recht ligt. Die leg je hier bovenop. Dan doe je nummer 4 ertussen. Ik zal hem even. En dan haal je hem dus door de stans- en snijmachine heen. En die zet ik gelijk opzij, want dat is zo'n groot gevaarte. En dan heb je dus deze gave houtsnerfprint op je. En dat vond ik wel bij die appeltjes leuk passen. Want ik denk, ja, dat is tenslotte toch ook een mooie houtstructuur. Hè? Er worden ook meubels gemaakt van appelhout. Wel wat kostbaarder, maar het ziet er altijd erg mooi uit. Nou, dit is dan. Ik heb hem nog niet goed gevouwen, zie ik, want hij is nog niet strak. Dit wordt dan zeg maar de basis van de kaart. Welke kleur hebben jullie zin om? Ik wilde met het ruitje. Oh, dit heb ik meer van. Ik wilde eigenlijk met het ruitje aan de slag gaan. Dat vond ik ook wel grappig bij die appel. Doet me gewoon aan appeltaart denken. Appel, appeltaart, ruitje. Hè, dat is gewoon zo'n bepaald iets. Wat vinden jullie leuker om te zien? Heb je zin om een kaart met het rode ruitje te zien of met het groene ruitje? Laat het me even weten. Even kijken wie er als eerste komt. Misschien hebben jullie er ook niet zo'n zin in om mee te doen. He, dat hoeft ook niet altijd. Je kan ook gewoon lekker meekijken. Ik zie daar een reactie, maar hij komt niet omhoog. Ellie zegt de groene. Welke kleur wordt de appel? Ja, die pas ik dan weer aan deze kleur. Dus die appel die moet ik nog ook helemaal maken. Dus die kunnen we ook gewoon aanpassen. Dus welke kleur vind je dan leuker, Marie? De groene of de rode? Ik vind we moeten het wel een beetje eens worden met elkaar. Groen. Oké, dan gaan we voor de groene basis. Althans de groene basis, ja. Voor de appel dan wel. En dan snij ik een stukje. Ik wil zeg maar hier een soort banner in maken. Dus ik doe deze centimeter van de kant af. Dus dan dit is de witte mat is 10. Dus dan krijg ik sowieso een stukje van 8. Dat snij ik alvast. En dan gaan we even de lengte bepalen. Dus dit komt zo. En dan komt die er tegenaan.
denk dat ik hem zoiets wel leuk vind. Dus dan moet ik even meten. Dat is 12,5. En als ik hem nog korter doe. Ja, ik denk dat ik hem 11,5 centimeter doe. Dat moet ook weer niet te statisch worden, zeg maar. Dus dan doen we deze ongeveer hier. Dan wilde ik met de Stylish Shape Dies. Dat zijn de nieuwe rondjes, zeg maar, en vierkantjes dies. Wilde ik deze appel op gaan stempelen. En zullen we gaan voor de ronde of zullen we gaan voor de vierkanten? Kijk, in eerste instantie pak je al snel de ronde. Maar misschien is de vierkante dit keer ook leuk. Dus kom maar op, we maken een kaart met elkaar vandaag. Ik had niet veel voorbereid omdat ik een weekendje weg ben geweest. Ik ben naar NAWAKA geweest, dat is het Nationale Waterkamp van de Scouting, van de Waterscouts. En daar heb ik met een heel klein piepklein tentje hebben we gelogeerd, zodat we naar de... Weet ik weer, naar de open dag voor de ouders konden. Zodat we onze zoon nog even konden zien. Oké, er komt vierkant. Nou, ik denk dat dit wel ongeveer het juiste maatje is. Deze wordt... Ja, deze wordt erg groot. Die andere wordt sowieso te klein. Dus dat gaat deze vierkant worden. Dus nu pak ik weer even de... Ik heb ze toch allebei, dus waarom niet? En dan pak ik eventjes de kleine, de mini-cut en een borst eruit. En even een restje papier zoeken, wat hier tussen past en wat ik er eventueel door kan halen. Nou, het is wel een mooi restje, die snij ik even op maat. Hier past zo'n 8 centimeter, 8,5 centimeter kan er tussen. Ik heb weer nieuwe plaatjes, dus we kunnen gewoon weer lekker. En ik ga eens kijken hoe lang ik ze nu recht kan houden. Ik ben nog steeds niet toegekomen om de plaat met dat water te, met het water te doen. Maar dat is echt wel een keer mijn bedoeling. Maar dan moet ik het wel doen als ze nog niet zo krom zijn, zeg maar. Nou, ik moet aardig wat kracht zetten. De onderkant ligt ook gelijk scheef. Dan heb ik hier de vierkant. En dan pak ik de appelstempel eruit. Het is dus zoals je ziet een klinkstempelset, een rood rubberen stempelset. Waar we mee aan de slag gaan en even, ik denk dat dit is stempelblok D. Ja, die komt het beste eruit, zeg maar. En dan pak ik even de memento, als ik weet waar ik hem gelaten heb. Oh, hier. Pak ik even de memento erbij en ik ga de appel goed in beinkten. Er loopt dus een schaduwlijn bij de appel, dus je moet ook zorgen dat die lijnen goed vol zitten met inkt, eer dat je hem kan afstempelen. En nou, eventjes zorgen dat die recht zit, dat is altijd een gok. Want ik kan met een rotere bestempel natuurlijk niet zien hoe die zit. Je gaat ervan uit dat het plaatje goed zit. Maar zo ziet dus de stempelafdruk eruit. En dan ga ik hem inkleuren. Even kijken, Marie die zegt iets. Marie zegt, ik heb het al gedaan met het hete water. Een van de platen was behoorlijk krom. En ze zijn toch weer plat. Bij eentje is dat niet voor 100% gelukt, maar toch bijna plat. Ja. Ja, weet je wel, die van mij was natuurlijk toch gebroken. Dus ik kan er eigenlijk niks meer mee. Dus ik denk, nou, zodra als dat nu zeg maar eentje krom gaat trekken, ga ik het doen. Want ik denk van, dan kan ik het misschien... Als ik er eerder bij ben, kan ik hem misschien wat rechter houden. Maar fijn om te horen, Marie, dat hij sowieso bij jou gelukt is.
Nou heb ik het appeltje. En nou is natuurlijk de vraag. Zo ziet de kaart er tot nu toe uit. Gaan we de appel inkleuren met Parakeet Party. Dus de kleur groen, zeg maar, van het cardstock wat gekozen is. Dus zeg maar hoe heet die appel nou? Granny Smith appel. Of maken we er een lekker rode appeltje bij van met sweet sorbet. Wat vinden jullie leuk bovenop deze kaart? Wordt het groen of wordt het een rode appel? Neem ik ondertussen een slokje water. Een rode, een zweetje. Wat bedoel je? Oh, sweet. Ja, rood. Nou, dan wordt unaniem gekozen door Marie en Ellie. Rood. Nou, als je gaat kleuren, zeg maar, met de Classic Stamping Pad, dan druk je het inktpad wat bovenop zit, druk je eventjes in de deksel, zodat je hier de inkt krijgt. Nou, ik ga met de kwast met de grove punt ga ik beginnen om de appel in te kleuren. Je drukt even hier zachtjes, er staat ook push op. Druk je even zachtjes, zodat er alvast een klein beetje water bij komt. En zo ga ik de appel inkleuren. Ik begin een beetje met, hij is wel heel groot, deze kwast. Ik denk het is een grote oppervlakte. Maar ik weet niet of dat ik dit lekker vind kleuren, want je moet natuurlijk ook veel rondingen maken. Maar ik begin met de buitenkanten even lekker wat feller rood aan te zetten. En daar zit ook die donkere schaduwkant al. En voor lievelee wordt hij dan toch lichter. En ik doe er iets meer water bij. Want hij gaat niet echt makkelijk over het papier. Ja, jullie zijn het vandaag heel erg eens, Ellie en Marie. Het valt wel op. Hebben jullie een afspraak erover gemaakt? Kijk, nou begin ik hem in te kleuren. Ik merk al dat ik deze kwast niet lekker vind kleuren, maar ja, je moet het ook van allerlei dingen proberen. Kijk, en hier wordt hij toch te statig, te vierkant naar mijn zin. He, die rij, dus ik breng gewoon steeds donkerdere laagjes, steeds weer een nieuw laagje aan. Nou, bij dat puntje zeg maar, hè, hier dat blaadje ligt over die appels, dus dan maak ik het ook wat donkerder. En dan ontstaat er hier een vlakje wat ik niet mooi vind. En zo is die. Nou, dus eigenlijk de eerste laag. Ik pak eventjes een kladpapiertje. Waarop ik zachtjes mijn in de kwast drukt. En waarop ik net zo lang blijf drukken totdat geen kleur meer aan het kwastpunt zit. En rood is een pigment wat gewoon heel erg lang, heel erg fel is, zeg maar. Ja, hij is nou schoon. Dan doe ik sowieso die appeltjes met het kleinere kwastje. Want dat is een wat kleinere oppervlakte. En ik laat het rode gewoon even drogen. En dan kijk ik straks even wat ik er nog mee doet. Ik pak voor het blaadje de Garden Green. Want ik vind anders wordt het wel erg lichtgroen van kleur. En ook hier. Dit is een oud stamping, classic stamping pad. Daar vind ik het indrukken met het inkt op de deksel wat makkelijker gaan. En ook hier pak ik. Ik zal even een stempeltje dichterbij houden. Kijk, je ziet hier in die blaadjes al, hè? Zie je al zeg maar dat er wat donkere kleuraccenten zijn aangegeven. En die ga ik dus ook aanzetten op met het donkere groen. Dus begin ik eerst het eerste laagje. Oh, deze is al heel donkergroen. Begin ik aan te geven. Dus ik zoet overal waar die zwarte puntjes zitten. Doe ik even een
alvast een laagje met wat donkerder groen. En dan ga ik hem hier eventjes wat natter, in het nat eventjes wat uitvegen, dat hij wat lichter wordt. En dan ga ik er overheen. En dan doe ik aan de andere kant ook. Kijk, en hier zit een, hier is het blaadje zeg maar wat gekruld. Dus ik doe dat onderkantje even nog donker maken. En dan ga ik weer verder met mijn lichtere kwast. En dan, ja, ik denk dat ik dat steeltje... Nou, doe ik ook wel gewoon donkerder groen. Dat is bij de appelbomen in het begin ook altijd zo. Dan zijn ze groen en dan verlievelen gaan ze over in het bruin. Nou, dan wordt dit de appel voor de bovenop. En ook die kwast maak ik even schoon. Dit zijn allemaal restjes van het gridpapier wat ik daar altijd voor gebruik. En dan komt die komt hier bovenop. Dan ga ik hem eerst even de basis al in elkaar zetten. Ik lijm de geëmboste mat. Daar kan je ook altijd kiezen hè, bij embossing. Van je hebt deze kant, dus zeg maar waar het patroon wat meer bovenop ligt. Althans de inzakt en deze die erop ligt. En ik ga voor degene dat de bovenkant wat meer uitkomt. Die is wat rustiger en ik vind dat met het ruitje eigenlijk al druk genoeg. Dus ik plak deze hier bovenop. En dan wil ik hier zeg maar gebruik gaan maken van dat linnendraad. Die wil ik hier om deze banner eigenlijk heen doen. En ja, ik denk dat ik rood mooier vind. Wat vinden jullie? Het groene valt op zich gewoon... ja, het groene valt weg. Dus dan is rood natuurlijk toch leuker. Ook omdat de appel rood is. Ik weet niet of dat jullie gisteren ook de tip van Martin Meehem hebben gezien. Achteraf gezien, stom dat ik dat nooit verzonnen heb, want met borduren deed ik het ook altijd. Maar als je met je schaar dus een knipje geeft, hierbovenin, dan kan je dus je draadje ertussen doen en dan rolt hij dus niet meer af. Ik zag gisteren bij Martin Meehem, zag ik dat en ik denk dat ik dat nooit zelf verzonnen heb. Maar ja, dat zijn wel eens van die dingen. Even kijken, het rode draadje hieromheen. Dus ik pak even een stukje, zodat ik een knoopje kan maken, een strikje. En dan ga ik er, even kijken hoor, zo omheen. En dan pak ik natuurlijk mijn gluurdots er weer bij. Dat is mijn geheime strikwapen, kan ik wel zeggen. En... kijk, ik wil er ook nog een tekst bovenop doen. Dus dan nog heel eventjes een beetje. Ik wil deze niet helemaal tegen de bovenkant aandoen, maar zeg maar ongeveer zo. Dus ik denk dat hier dan, het is even gokken, maar ik denk dat hier dan ongeveer de tekst komt. Maar ik kan hem natuurlijk altijd nog wel wat verschuiven. Ja, waarvoor ik die Gluurdot gebruik, hè, voor degenen die vaker kijken, die weten het al. Als je het jouw eerste keer, hier druk ik dus het knoopje in, zodat ik mijn handen vrij heb om een mooie strakke strik te maken. Anders laat je vaak die onderkant los en dan ja, wordt je strik toch niet zo mooi. En ik denk dat ik hem ongeveer zo doe. En dan eens kijken wat voor teksten we hier op de Apple Harvest stempelset hebben. The greatest gift is a good friend. Nou, dat is ook zo, maar die vind ik net iets te lang. Hope you are feeling better.
Ja, een beterschapkaartje is altijd leuk. En thanks for your kindness. Dank je wel voor je vriendelijkheid. Ik denk dat ik hope you are feeling better doet. Dan pak ik, ga ik even kijken of dat de rood of het groen leuker is. Dus ik zoek eventjes een, kijk of dat ik een stukje rood toevallig nog klein heb. Ik zoek even tussen mijn restjes, zeg maar, op een, hierop of dat we de tekst, ik denk dat rood toch mooier is, als ik het eerlijk zeg. Want groen valt weg. Wat vinden jullie om de tekst op te doen? Ik wil hem gaan heaten en bossen. Met wit. Kan hem natuurlijk ook gewoon groen doen. En dan wordt hij, zeg maar, met een zwarte stempel wordt de tekst erop gezet. Of vind jij van, nou, ik vind rood er mooier bij. En dan... het is al heel duidelijk dus. Rood zie ik hier al gelijk verschijnen. Rood en dan ga ik hem heat embossen met white. Met wit embossing poeder. Nou, rood zegt Marie. Els, heb jij... Els. Ellie, heb jij nog een mening? Ellie ook rood. Oh, wat zijn we eensgezind zeg. even kijken. Dit is... De stempels, dit is qua lengte, is die sowieso al goed. Is even ongeveer een meter. Het tekststempeltje is ongeveer een half. Dus dan doe ik even een strookje snijden. Ik denk van, ik probeer eerst even één. Even kijken wat 1 centimeter doet. Ja, ik maak hem niet kleiner, want dan valt hij eigenlijk ook weer in het niet. Ik ga bekennen, ook dit weer, dat ik ben... Ik heb nu eindelijk, na 4 jaar, toch de heat tool gekocht van Stamping Up. Ik heb hem deze keer meebesteld... En dan gewoon puur omdat deze 2 standen heeft. En waardoor je gewoon ook zachter kan heat embossen. Ja, ik had een, die blauwe, zeg maar. Deze. Ja, ik weet niet van welk merk dat die was. Maar die had ik al jaren. En die kan maar 1 hete stand. En ik zag hier toch ook wel goede resultaten mee. En ik denk... Ik had nog vakantiegeld, zeg maar. Dus ik denk, ik ruil hem toch om. En voor een cursus, ik geef ook workshops, zeg maar. Is het ook altijd wel handig als je er 2 hebt. Dus ik denk, laten we het maar gewoon eens gaan proberen. Ik moet hem alleen nog even in het... Ik moet hem alleen nog even in het stopcontact steken. Hij is uit mijn hoofd volgens mij iets rond de €36. Maar ik vind, hij maakt sowieso minder herrie. En dat is tijdens een filmpje natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg fijn. Dus ik denk, ik trek de stoute schoenen aan en laat ik hem toch maar eens eventjes proberen. Eens even kijken of dat dit stempelblokje nou, of dat hij daarop past. Zoals je ziet... zit deze stempel totaal niet in het midden. Dus ik ga hem eerst maar eventjes op een kladje stempelen met zwart. Eens kijken wat hij doet. Voordat ik mijn strookje alweer verprutst, zeg maar. Dus dan weet ik een beetje hoe de afstand is. Ja, normaal ga je vanuit van de, zeg maar, van de tekst, hè, die hier binnen, die er bovenop plakt. Maar... Volgens mij heb ik het idee dat deze niet klopt. Ik zal hem proberen om te stempelen zoals die aan de bovenkant de tekst zou zijn. Maar dat is die dus niet. Dit is eventjes een lastige. Vooral omdat ik op zo'n klein strookje zit. Ik vind het altijd fijner om het strookje alvast te snijden en dan pas erop te stempelen. Ik kan er natuurlijk ook voor kiezen om het andersom te doen. Maar we proberen hem eerst even zo.
Ik heb tenslotte ook twee kanten bij dat rode strookje. Eens even kijken. Hij loopt wat. Nog even goed kijken. Hij loopt op zich iets schever ook. Ik moet gewoon het blokje even recht houden. De onderkant, zeg maar, daar heb ik hem op afgelijmd. Nou, hij zit een beetje wat meer naar de bovenkant. Dus die is niet goed. Dus dan moet ik hem wel recht houden. Maar hij moet gewoon meer naar het midden toe. Ja, kijk nou toch. Het is gelukt. Veel oefenen, dames. Dan lukken dit soort dingetjes wel. Ook hier gebruik ik weer even een kladpapiertje. Ik heb dus de nieuwe. Ik kan hem er eigenlijk ook wel even bij pakken. Ik ben ook geschwicht voor de Embossing Editions Toolkit. Die staat in de nieuwe catalogus. Ik moest hem eigenlijk nog even uitpakken. Maar we pakken hem er gewoon bij. Hè? Want ja, waarom zou ik hem eigenlijk niet gebruiken? Ik laat gelijk wel zien wat erin zit. Het was eigenlijk niet mijn planning. Maar hij ligt toch in de buurt. Hij is volgens mij ergens in de 30 euro. Ik weet niet precies uit mijn hoofd. Nou, dit blaadje zit erin, zeg maar. Dit opvangbakje. De Stamping Buddy. He, als je veel al. Ik gebruik het eigenlijk vaak bij donker papier. Als je op donker papier geen vette vingers erop wil hebben, dan ga je met deze. Ga je over het papier heen. Daar zit een soort talkpoeder of zo in. En die haalt de vettigheid ervan af. Zodat. De dinges goed blijft zitten. Nou, kijk. Wat je doet, is je legt die daarin. Dan bestrooi je hem dus met het embossingpoeder. Dan zit er dus hier een handige pincet bij. Met een soort, het is het een beetje een papegaaienbekje, zeg maar. Kijk, daar moet ik eventjes aan wennen. En dan tik je hem zo af. Kijk, en dan blijft er hier dus nog wat poeder zitten. He, daar heb ik ook met die vinger natuurlijk hard gedouwd. Het is echt lijf de eerste keer dat ik hem gebruik. Maar hier wil ik geen poeder hebben, want als dat opdroogt krijg ik daar ook witte stukjes. En dat is aan die kant ook. En daar gebruik je dan dit kwastje weer voor. Nou, ik blaas weer iets te enthousiast. Dus ik haal de. Ik doe altijd nog een keertje zo nablazen, zeg maar. Dat ook de laatste stukjes eraf zijn. Ik zal hem wat minder doen. En wat nou het voordeel hiervan is. Is vooral handig als je veel kaarten moet maken. Is dat. Je dus zo. Het embossingpoeder. In een opvangbakje heb en het eruit kan doen. Ik zal nog wel eventjes een paar keer een beetje moeten oefenen om wat handigheid in te krijgen. Maar dit is dus een optie die je op dit moment kan bestellen bij Stamping Up. Is deze set. Nou, dan heb ik hier mijn strookje. Het voordeel vind ik dus wel. Kijk, normaal deed ik dat met mijn vingers. En ja. Dan had je nog wel eens dat ze erg heet werden. Maar ik ben benieuwd. Ik zet hem op standje 1. Ik kan hier dus gewoon nog heerlijk mee praten. Hij moet natuurlijk nog warm worden. Ik denk, Marie heeft deze besteld bij de instap. Ja, dat zijn leuke cadeautjes om te gebruiken als basis. Kijk, het is ook de eerste keer dat ik de heat tool gebruik. Dus ik moet even wennen hoe heet of dat die wordt en wat ik nodig heb om hem te laten smelten. Oh, het kwastje is ook om te gebruiken om de bak schoon te maken. Oh ja, dat is wel slim, want ik merkte al. Kijk, hij gaat al. Ik merkte al dat het er een beetje aan blijft plakken. Misschien is het ook slim om
met die buddy, zeg maar, eerst over dat bakje heen te gaan. Want het is natuurlijk toch plastic en statisch. Maar hier heb ik dus speciaal eigenlijk deze voor gekocht. Want hij maakt gewoon een stuk minder herrie. Wat ik ontzettend ideaal vind. Ik zal even deze uitzetten, zodat hij niet op mijn tafelkleed plakt. Maar ik moet alleen gewoon nog even een beetje oefenen. Want hier heeft dus ook inkt aan, poeder aangezeten. En dat is nou ook warm geworden. Maar ik neem hem toch altijd iets te ruim. Ik merk dat mijn werkplek weer helemaal vol aan het lopen is. Dus ik snij hier toch een stukje vanaf. Dus ik snij een halve centimeter ervan af. Dan komt hij, als het goed is, mooi in het midden te zitten. Ja. En ik zit even te denken of dat ik deze gelijk hierop zal plakken en die verhoogte bovenop. Ik denk dat dat wel het mooiste is als de appel omhoog komt te liggen. Ja, Marieke, daarvoor ben ik eigenlijk ook gevallen, hoor, voor deze heatdoom. Ik hoorde al bij andere filmpjes, zeg maar, die ik keek, dat het gewoon veel zachter geluid was als die andere. Die blaast gewoon in één keer. Marie zegt de appel verhogen. Ja, dat vond ik toch ook. Ik wil ook weer niet te veel laagjes op mijn kaart. Even kijken, hoor. Doe ik hem zo? Nee, ik vind toch een klein stukje witte tussen mooie. Moet je alleen even bij het draadje wat meer aandrukken. En dan pak ik mijn dimensionals erbij. Voor de appel kan ik sowieso wel. Even kijken of ik nog wel een stempelvelletje. Ik heb hier nog een hele nieuwe zelfs. Met ja, ik vind hem toch wel leuk met dat vierkantje. Automatisch pak je toch snel een cirkel. Maar deze geeft toch net een ander effect. Moet ik even kijken, want hier komt, zeg maar, de tekst. Dus dan doe ik deze ongeveer overal even gelijk van de kant af. En dan doe ik deze ook met dimensionals. Maar dan moet ik even opletten. Ik vind als dat touwtje ertussen zit, en dan gaat hij eigenlijk al omhoog. Dus ik doe het, denk ik, alleen aan de zijkant. Even kijken, hoor, hoe ga ik dat oplossen? Als ik nou dimensionals hieronder doe, of ik plak hem er gewoon bovenop dat draad. Dat ga ik proberen. Ik pak hem, plak hem, kijk of dat het lukt. Als het een bredere stripje is, zeg maar, en dan gaat het linnendraad onderdoor. Dan doe ik, zeg maar, wel eens de dimensionals kapot knippen. Dus dat doe ik aan de bovenkant de helft en aan de onderkant een helft. En dan kan je daarbinnen, zeg maar, je linnendraad laten lopen. Maar dit is natuurlijk al niet zo'n grote, zeg maar, zo'n brede strookje. Dus dan wordt het helemaal een gepriegel. Kijk, en doordat ik hem nou op die twee draadjes plakt, gaat hij automatisch toch ook de lucht in. Nou, zo is hij geworden. Ik hoop hem ook nog in de andere kleurstelling, dus rood, te gaan maken. Die zie je later dan wel een keer op mijn blog verschijnen.